Jongens, ik heb een baby. Ik ben bevallen. Oh jongens. Yo guys, Job hier, ik ben de Tuber. Zoals jullie kunnen zien sta ik momenteel bij de allerleukste winkel van Nederland. Ik ben hier samen met Mitchell. Yo. En vandaag jongens gaan wij iets heel speciaals doen. Wij gaan namelijk de allerhoogste pannenkoek ooit maken. De allerhoogste pannenkoek ooit. We gaan hier ingrediënten bij de Jumbo halen. We gaan natuurlijk voor de kant-en-klare pannenkoeken. En we gaan kijken hoe hoog we dat kunnen stapelen. Met uiteraard een hele hoop stroop. Let's go. En Mitchell moet het halen, want ik mag niet naar binnen. Nou jongens, daar gaan we. Ik bel Mitchell op FaceTime. Hey Mitchell! Nou Mitchell, succes. Kijk nog even een box. Een geluksbox. Nou jongens, jullie zien Mitchell lopen. Ja, ja jongens. Ben ik toch nog binnengekomen in de Jumbo. Film het eens een beetje, Mitchell. Dan kunnen de kijkers zien dat ik toch binnen ben. Kijk eens jongens. Toch binnen in de Jumbo. Soort van. Nou Mitchell, die gaat het even voor ons regelen. Jongens, let's go. Hey, jullie zagen Mitchell net binnen. Heeft hij veel pannenkoeken gekocht? Ja, heel veel. Hoeveel? 50. 50? What the fuck? 75 euro, hè? Nee, ben je serieus? 75 euro aan pannenkoeken. What the fuck? Hey luister, we gaan die shit klaren man. We gaan de allerhoogste pannenkoek ooit creëren. Hoor je wat die vrouw bij die kassa tegen mij zei? Jongens, je ziet ook echt 75 euro aan pannenkoek. En dan zie je zo'n heel zielig duwtje stroop. Jongens, we gaan de allerhoogste pannenkoek ooit maken voor jullie. Doe alsjeblieft even een like, want deze bullshit heeft me 75 euro gekost. Oké guys, zoals jullie kunnen zien, we zijn momenteel op de plek waar we moeten zijn. Met een hele winkelwagen vol met pannenkoeken. Het zijn er echt bizar veel. Een mooie Jumbo winkelwagen uiteraard. En wij gaan vandaag in deze video de allerhoogste pannenkoek ooit maken. We gaan de pannenkoek hier in de winkelwagen opstapelen. En uiteindelijk gaan we hem natuurlijk proeven. Het zijn wel kant-en-klare pannenkoeken, want anders werd het een beetje moeilijk. We hebben hier ook nog een lekker bakje stroop om het uiteindelijk mee af te maken. Alleen in de winkelwagen liggen ze een beetje onhandig. Dus laten we ze even gaan verplaatsen. Zoals jullie kunnen zien jongens, de pannenkoeken liggen op de grond. En nu moet ik ze natuurlijk allemaal gaan openmaken en op elkaar gaan stapelen. En dan gaan we kijken of het ook echt de allerhoogste pannenkoek ooit wordt. Oké guys, we gaan beginnen man. Let's go. Ik hoop dat dit gaat werken. Ik denk het wel. Ik hoop dat jullie ready zijn. Oké jongens, ik begin het er echt een beetje warm van te krijgen. Maar we gaan uiteraard gewoon lekker door. Let's go! What the fuck? Jongens, insane! Even serieus, ik heb nog nooit zo'n grote pannenkoek gezien. Ik denk niet dat hij het nog lang gaat uithouden, man. Oké jongens, de grootste pannenkoek ter wereld is af. Er moet eigenlijk nog stroop over. Maar ik ga proberen te pakken. Jongens, ik heb een baby. Ik ben bevallen. Dit voelt echt heel raar. Maar aan de ene kant ook wel een beetje comfortabel. Ik heb denk ik nog nooit zo'n grote pannenkoek vast gehad. What the fuck, het is zwaar. Oh jongens. Nee! 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 Oh nee. Alsjeblieft, nee. Have mercy. Nee. Jongens, mission failed. Ik heb ze hier nog voor de helft liggen, maar kijk wat er is gebeurd. Nee, nee. Hoi, dat is wel lekker. Maar jongens, ik heb hoe dan ook de grootste pannenkoek ter wereld gemaakt. Ook al is hij ingezakt. Het is me gelukt, met lekker wat stroop. Ik hou van mijn kind, ik hou van mijn baby. Vond je het nou leuk? Doe een like. Abonneer op het kanaal van Mitchell. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Bij de 10.000 likes ga ik weer een video maken waarin ik iets van de grootste dingen ter wereld ga maken. Dit jongens, dit was zeker de grootste pannenkoek ter wereld. Alleen hij heeft niet lang in stand kunnen blijven. Oké jongens, dit was zeker de grootste pannenkoek ooit. Zoals jullie kunnen zien, de naslag is wel een beetje fucked up. Mitchell, probeer eens een pannenkoek man. Ze zijn niet allemaal vies. Er ligt er daar vast wel eentje die je even kunt testen. Geef hem even een cijfer, want ik heb echt mijn best gedaan jongens om deze grootste pannenkoek ter wereld te creëren. Alleen ja, het is zeg maar niet de hele tijd goed gegaan. Besef hoeveel dit er zijn, jongens. Dit zijn zoveel pannenkoeken. Kom even op de achtergrond erbij. Dat is best wel een goede thumbnail als die ene niet goed is. Maar het is gewoon nu gelukt om het lang in stand te houden. Het is wel lekker. Ah, fuck jongens. Stroop. Oh nee, het is aan jouw kant. En ze blijven maar zeggen dat het leven van een YouTuber niet leuk is. Of makkelijk. Het is zo leuk. Doe, we liggen gewoon op pannenkoeken. Wat wil je nog meer in het leven? Even serieus. Dan even kijken en tot de volgende keer. Doei! But we didn't know that yet. So if you...
Hallo en welkom bij mijn Draw My Life. Mijn naam is Job, geboren op 17 juni 1999. Ik ben gemaakt door de ooievaar. Op een mooie zondagmiddag was de ooievaar mij zat en liet hij mij boven een bos naar beneden vallen. Daar lag ik dan. En ik was mijn piemel vergeten. Dat is mijn piemel. Daar lag ik dan in het bos, alleen en koud. Maar ik moest overleven en dat wist ik. Ik bouwde een vuur in een grot waar ik mezelf warm hield en waar ik mijn eten bereidde. Uiteindelijk bouwde ik zelfs een huis met de spullen die ik in het bos kon vinden. Ik werd een echte strijder en uiteindelijk zelfs een YouTuber. Maar daar kom ik zo op terug. Ik droomde er al jaren van om ooit naar de grote, veelbelovende stad te gaan. Ik was het bos zat. Eenmaal aangekomen in die grote stad was ik bang voor alles. Totdat ik bij de fake school aankwam. Een plek waar ik veel over hoorde in het bos. Daar leerde ik een man kennen genaamd Magier Tinus. Een man van weinig woorden, maar vele daden. Hij vroeg mij om het wachtwoord om zo toegelaten te kunnen worden op de school. Ik wist het wachtwoord. Ik was blij. Magier Tinus leerde mij van alles over het fenomeen YouTuber. Van de views tot de CPM, die deze maand trouwens echt pure is. Tot aan samenwerkingen. Uiteindelijk leerde ik snel en kon ik zweven. Omdat ik zo snel goed leerde, gaf Magier Tinus mij een cadeautje. Ik was blij. Ik maakte het cadeautje open en kon mijn ogen niet geloven. Ik voelde me gelijk al veel sterker. Ik was er klaar voor. Klaar om de teleporter in te stappen die mij een stap verder zou helpen in het leven van een YouTuber. Het deed pijn. Ik voelde trillingen. Ook daar beneden. Ik werd wakker in een kamer. Ik was duizelig en verbaasd. Een kamer vol met technologie. Van mij alleen. Ik zelf zag een computer. Open op die computer stond RedTube. Iets waar ik veel over gehoord had van Magier Tinus. Ik zag aparte, maar mooie verschijnselen op de computer. Na 2 minuten voelde ik me ook gelijk veel relaxter. Uiteindelijk klikte ik wat door via RedTube en kwam ik op YouTube uit. Alleen, wie zou mij nou weer willen bekijken? Toch probeerde ik het. Ik ging ervoor. Uiteindelijk had ik zelfs een view. Alleen, dat was ik zelf. Maar toen de tweede view. Maar dat was Jeeuw. Ik ging slapen. Nadat ik wakker werd, kon ik mijn ogen niet geloven. 100 views. Dat betekent dat viewskopen.nl werkt. Toen leerde ik een speciaal iemand kennen. Een kenner van het vak. Blavit. Ik tweette Blavit om te vragen of hij samen met mij zou willen opnemen. Zodat ik ook bekender zou kunnen worden. Blavit was super, super enthousiast. En stemde in. Samen speelden we Minecraft. We genoten ervan. Van de 100 ging ik naar de 1000. En vervolgens naar de 10.000 abonnees. Om zo vervolgens de 100.000 abonnees te halen. Ik wou ter ere van de 100.000 abonnees een wandelingetje maken. Toen werd ik geraakt door bliksem en veranderde ik in Tutsuber. Ben je klaar voor? Ja. Vandaag jongens gaan we iets heel speciaals doen. Ja, ik heb er geen zin in. Ik heb er echt geen zin in. Maar een belofte die ik jullie een lange tijd geleden heb gemaakt. En beloftes. Maak schuld. Kom je na. Want vandaag jongens, zeg het ze man. Ik weet niet wat ik moet doen. Zeg het ze. Job is erachter gekomen dat hij zijn haarkleur niet bij hem vindt passen. Jongens, ik heb jullie ooit beloofd dat ik mijn haar roze zou verven. Toen heb ik het eerst geblondeerd, zodat ik het uiteindelijk roze kon maken. Maar ben ik toch teruggekrabbeld omdat ik het niet durfde, omdat ik een pussy was. Vandaag ga ik het dan toch doen. Ja. Mijn haar is nu nog blond. Jullie zien hier een mooi blond plukje. Omdat ik de 400.000 abonnees heb bereikt. Ja. Mwah, dankjewel daarvoor. Love, vuur man, bro. Oké. Okay. Oh. Dit gaat leuk worden. Dit gaat leuk worden. Ik wil helemaal niet meer jou, moeder. Kijk hoe blij die is. Ik wil er niet over praten. Nee? Nee. Want? Oké, jongens. Ik ga er niet te veel omheen praten. 400.000 abonnees. Kijk, zo mooi. Mobiel high back. Ik vind het niet leuk. Stop! Ik wil jullie bedanken voor de 400.000 abonnees. Dit is eigenlijk iets wat ik in 2015 al had beloofd. Alleen ik heb het in 2017 waargemaakt. Ja. Netjes. Weet je, het boeit me niet. Het is voor de 400.000 abonnees. Het is een mijlpaal. Bij mijlpalen moet je rare dingen doen. En dit is mijn rare ding. Rare ding. Raar. Het is op zich. Jongens en meisjes, even vanuit de bodem van mijn hart. Ik vind het echt te gek dat jullie dit voor mij hebben kunnen betekenen. Dat ik elke dag leuke video's voor jullie kan maken. Dat we inmiddels al 400.000 man sterk staan. En meisjes. 400.000 man en vrouw. Ik ben heel blij. Ik ben heel trots op jullie. Ik ben ook wel trots op mezelf. Ik ben trots op mijn vrienden. Ja, ik heb ben ook trots op jou. Kut man. Moet ik het roze laten of moet ik het weer blond? Gewoon zeggen dat dit roze moet laten. Jullie moeten je oprechte mening geven. Moet ik het roze laten of moet ik het weer blond doen? Ik laat jullie mening als beslissing op een gegeven moment, ja, denk ik. En het moment is aangebroken dat wij eens even gaan kijken wat mijn oma van mijn nieuwe haar gaat vinden. Wat denk jij dat ze van mij... Ik denk dat ze gaat schrikken, man. Oma, kom eens. Oma. Oh, joh. What the fuck? Heb je dit dat krijg je er niet meer uit. Nee. Dat krijg je er niet meer uit. Het is roze. Ah, dat wist je wel. Ik vind het mooi. Oh. Welke kleur is het? Really, nigga. Kom eens hier, joh. Ik durf niet. Kom eens even hier. Eens kijken. Het is roze. Really, nigga. Oké, guys. Bedankt voor het kijken van deze 400.000 abonnee special. Waarin mijn haar dus roze. Ja, best wel roze is. Wil je nou dat mijn oma roze gaat? Dan gaan we dat doen bij 20.000 blauwe duimpjes omhoog. En als ze het dan niet wil, dan doe ik het wanneer ze slaapt.
Ik weet niet of dat... Is dat mishandeling van oude vrouwen? Ik weet niet. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Abonneer op het YouTube kanaal van Mitchell. I'm so proud. Ik ben echt... Ik doe al als een soort van grapjes in deze video, maar wel legit. Ik wil jullie echt bedanken. En ik hoop dat jullie dat ook weten. Alleen ik kan wel gewoon een video maken waarin ik zeg bedankt. Maar dit is denk ik wel een duidelijke manier om jullie mijn dankbaarheid te tonen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Ik ga het gewoon laten. Ik heb scheiden. Ik ga het laten. Yo guys, Job hier, ik ben de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik sta hier bij mijn favoriete winkel in heel 2017 en 2016. Mitchell is momenteel binnen, want hij gaat namelijk super veel flessen cola halen. En wat we daar precies mee gaan doen, dat leg ik jullie uit in de badkamer. Gaat zo, vrouwtje, jongens. Op naar de badkamer! Op naar de badkamer. Oké, jongens, zoals jullie kunnen zien, ik ben momenteel in de badkamer. Ik heb hier alle flessen cola liggen. En het zijn er best wel heel erg veel. En we hebben nog meer, en nog meer, en natuurlijk nog meer. En het zou raar zijn als we niet nog meer hadden. Dus jongens, ik ben helemaal ready, maar uiteraard ga ik dit niet in mijn eentje doen. Dus ik heb mijn volwaardige assistente, Mitchell, ben je er klaar voor? Nou, ik ga er niet in, hè. Ja, ik ga er uiteindelijk in, maar eerst moeten we natuurlijk het bad gaan vullen. Dus jongens, ik hoop dat jullie ready zijn. Let's go! Oké, jongens, de allereerste voorpack ga ik er nu in gooien. Let's go. Kut. Oh, dat gaat duidelijk spuiten, hè. Oh, wat lekker! Oh ja! Oh, oh, it's so satisfying! Ik moet echt al de hele dag plassen. Oh. Oh. Kut. Mijn open armen gaan vermoorden, kut! Ik zei toch. Really, nigga? Dit is tussen mij en jullie, oké? Niet tegen mijn oma zeggen, ze gaan me vermoorden. Jumbo, please, man! Fuck! Oh. Hou hem erin, hou hem erin. Ja, tuurlijk, ik weet wat ik... Kut, horloge, kut! Waarom wordt er mij niet gegund? Wat heb je... Ik heb mijn vel opengehaald. Hoe dan? Die gaat ook spuiten. Nee, ik weet wat ik doe. A few inches later. Hey. Hey, stop ermee! Ik ga het ook weer spuiten, pas op. Hij spuit niet, jongen. Ja, ze spuiten soms niet! Oké, jongens, het gaat goed. We hebben hier nog een hele hoop. Dat begint al redelijk vol te raken. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Kut! Je gaat echt dood. We zijn nog niet eens op de helft. Je gaat echt dood, hè? We zijn nog niet eens op de helft. Ja, maar dan nog ga je echt dood. Smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick shut your trap. Come back, get. Believe in the ass, you be relieving your stress. Oké, want het begint al aardig. Pardon. Hoe dan? Ja, Jezus, man, het kut in. Ik wil niet meer. Het cola-bad is ready. Hij zit bijna helemaal vol. Ik ga erin zitten. De badkamer is echt gewoon een... Ja, jullie hebben het gezien. Het is een teringzooi. En mijn ogen moeten hier niet achterkomen. Dus ik ga erin. Het moment van de waarheid is aangebroken. Epic music incoming. Let's go. Je hebt je sokken nog aan. Oh, dit is zo... Oh. Het is koud. Voelt het niet helemaal plakkerig ofzo? Ja. Dit is echt de chillste wat bestaat. Ik wil minimaal 10.000 likes zien op deze video. Voordat ik meer van dit soort badvideo's ga maken. Oh jongens. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Dit is echt het chillste bad wat ik in tijden heb gehad. Dat rijdt. Alleen de badkamer heeft er een beetje onder moeten leiden. En dat is fucked up. Dus dat gaan we zo meteen opruimen. Kut, zit in mijn haar. Bedankt voor het kijken. Doe een like. Abonneer op het YouTube. Volkan, wat is er gebeurd? Het is zoveel gekke dingen. Maar, wat heb je gebruikt dan? Deze. Dat is een gummieslang. Ik wou ook. Huh? Dus het is geen drugs?
Yo guys, Job hier. Ik ben samen met Tolgan. Hey, kijk. Dit je bak. Gummislang. Jongens, jullie hebben de video van de grootste gummiworm ter wereld natuurlijk al gezien. Alleen is karton aangekomen. Mijn gummiworm, ga hem maar naar gooien. Jongens, maar wat wij gaan doen is wij gaan een eat-off doen. En we hebben nog een gedeelte rood en een gedeelte blauw. Ik ga rood. Maar welke kant is schapt? Oké, okay, ik wou net zeggen, ik wil rood. Ja, bloedje, hier heb ik karton. Dus jongens, we gaan een eat-off doen wie het meeste van de grootste gummiworm op aarde op kan eten. Oh, doe maar goed. Oké, hoe moet ik eten? Wat zijn de spelregels? We hebben in totaal 3 minuten. Maar ik ga wel knippen in de video, want het kouwen van dit duurt super lang. Okay. Maar na 3 minuten stop ik. Dus ik zet de timer klaar. Kapoffie. En de tijd... Wat ja? Kapoffie. Tijd gaat nu in. Ik zie graag het ding. Oh, ook al ding, hoor. Yo. Hoe kun je zo'n grote hap nemen? Jongens, dit is een super leuke challenge. Als we de 10.000 likes in deze video halen, ga ik de allergrootste gummislang halen van 120 euro. Oké, jongens, hij is weg. Maar ik had een veel groter hap dan jou, dus jij moet nog eentje. Dan jij. Ik kan het ook niet doen. Kijk hoe groot, let op. Ik ga tot en met hier happen. Tot hier. Al die koppen voorbij. Dat was echt heel moeilijk weg te krijgen. Ja, dit hebben we niet meer nodig. Jullie gebruiken mij alleen maar. Maar joh, mama. Nee, dat is gewoon zo. Nee, maar gebruik je niet. Vind je gewoon heel lekker. Pak, zeg je het allemaal. Nou, oké. Ik pak mijn spullen en ik ga weg. Oké, nou ga maar weg. Pak je spullen maar. Oh, mama. Oké, doei. Dus jongens. David. Dus jongens, kan ik... Oké, maar. Kan je deze in één hap wegkrijgen? Kijk, dat is de vraag van de dag. Oh joh, hij doet nog echt. Oh, kom maar lekker. Hé jongens, ik nam gisteren een hapje daarvan. Ik moet zeggen. De allergrootste gummiworm ter wereld. Dat was een uitdaging. Bro, als je goed genoeg kijkt, zie je de kijkers achter de schermen. Bedankt voor het kijken. Heb je die condoom bij je? Nee. Niet? Ik heb al gebruikt. Maar je hebt dus bij je nu? Nee, ik heb al gebruikt. Heb je bij je? Nee, ik heb al gebruikt. Ik ben serieus. Ik heb niet. Ik heb gewoon niet bij je. Nee. Ik heb gebaard. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze video. Wil je nou meer video's zien, dan moet je even abonneren. Vandaag hebben we dus geprobeerd om de allergrootste gummiworm op aarde op te eten. Dat is niet gelukt, nee. Maar we hebben wel ons best gedaan. Ja. En het gaat om wat meedoet. Nee. Maar Tom, is ook gewoon winnen. Ik win nooit. Abonneer op het kanaal van Tolkelegan. Abonneer op het kanaal van Gekkies. Daar uploaden wij allemaal video's over omdat we gehackt zijn. De volgende keer. Doei. Ik denk niet dat het in video kan. De legendes. De legendes waren allemaal waar. De mega grote gummiworm. Hij bestaat. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want deze gummiworm gaat vervennen. Kut. Dat was zeg maar niet de bedoeling. Oké, jongens. Zoals jullie kunnen zien. De allergrootste gummiworm op aarde. Oftewel de allergrootste ketting. Ik heb 50 euro voor dit gummisnoepje betaald. En we gaan vandaag erachter komen of dat het wel waard is. Zijn jullie er klaar voor? Ga ik voor blauw of ga ik voor rood? Ik ga voor allebei. Holy shit. Rood hebben we in ons mond, nu blauw. What the fuck? Wat zou mijn oma eigenlijk vinden van de grootste gummiworm op de wereld? We gaan erachter komen. De grootste gummislang op de wereld. Proef eens. What the fuck? Oh, zo zoet, hè. Oh, ja, maar dit is zo groot. Ja, dit is wel echt de allergrootste van de wereld, hè. Holy shit. Denk je dat ik deze op kan eten? Of ga ik dan dood? Nee, daar moet je wel een maand over doen. Oké, want ik vind hem niet eens lekker. Maar oké, dankjewel.
Iedere dag een stukje. Dankjewel voor je zeer oprechte en eerlijke mening. Maar jongens, sinds dat ik deze gummyworm langer in mijn handen heb, voel ik een soort van connectie. Een connectie die ik nooit eerder heb gevoeld bij iemand. Een connectie die mij vertelt dat dit de enige persoon is die mij snapt. Het enige ding op deze aarde wat begrip voor mij heeft. Wat naar mij luistert, wat mij niet onderbreekt in een verhaal. Het is fantastisch. Jongens, ik denk niet dat ik dit ooit zou gaan zeggen, maar ik denk dat ik hou van deze gummyworm. Maar die gummybeer, dat was niet serieus. Ik bedoel, ik hou van jou. Jij bent de enige die me lekker. Ja, het is uit. Wil je erover praten? Sorry. Dat was je boy, de Tuber. Bedankt voor het kijken, Bongo. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik ga proberen uit te praten met mijn schatje. Want ik hou nog steeds van... Luister, ik wil alleen zeggen dat ik nog steeds... Ik hou gewoon op... Oké. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Als jullie willen dat ik meer groot snoep review en eet en het uitmaken mee, doe dan een like. Als we de 10.000 likes halen, doe ik het. Ik wil het gewoon uit... Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Vandaag jongens, is het een hele speciale dag. Zoals jullie weten heb ik voorgaand 2 video's geüpload. Eentje waarin ik de allergrootste gummy worm ging eten. 1 waarin ik de allergrootste snicker ging eten. En vandaag jongens, is er een heel speciaal moment aangebroken. Vandaag ga ik namelijk iets eten, iets reviewen, wat super vet is. Ik wist niet eens dat het bestond, misschien jullie ook niet. Maar vandaag gaan jullie daar wel achter komen. En ik zelf ook, want wij gaan namelijk... What the fuck? De allergrootste snoepbanaan ooit proberen. Jullie kennen ze misschien wel, die kleine snoepbanaantjes die je altijd haalt bij de kruidvat en dat soort snoepwinkels. Nou vandaag jongens, eten wij de allergrootste versie daarvan. En laten we eerlijk zijn, dit is echt fucking huge. Holy shit. Als we super 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 veel likes op deze video halen, dan ga ik meer extreem groot snoep bestellen en er een video over maken. En let's go. Het plastic is er al. Holy shit, je ruikt zo overduidelijk die snoepbanaantjesgeur hier doorheen. Dat is echt niet normaal. Holy fucking shit, dit is echt niet normaal. Zijn jullie er klaar voor? Holy fucking shit. Het is fucking zacht. Maar het ruikt wel precies hetzelfde als die snoepbanaantjes. Maar ja jongens, we kunnen er natuurlijk niet te veel omheen draaien. Het was eigenlijk leuker geweest als ik dit had gedaan in een apenpak. Wacht, ik heb wel iets vervangends. Lijk ik tenminste nu een beetje op een aap? Misschien als ik dit ding afdoe, dat ik dan wel op een aap lijk. Ik ben een aap. Oké, jongens, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ga de allergrootste snoepbanaan op aarde proeven. 3, 2, 1. Dat lukt niet. Dit smaakt totaal niet naar een snoepbanaan. Jullie gaan misschien denken dat ik overdrijf, maar dit smaakt gewoon letterlijk niet naar die snoepbanaantjes. Het smaakt gewoon naar niks. Het is gewoon letterlijk niks met suiker eroverheen. What the fuck? Geloof me, het smaakt zo goed als nergens na. Desondanks dat kan ik wel zeggen dat ik de allergrootste snoepbanaan op de wereld in mijn handen heb. Dit is al serieus echt fucking raar. What the fuck doe ik met mijn leven? Desondanks dat het een beetje raar smaakt, is het niet heel vies. Wat zou de grootste hap zijn die ik hiervan kan nemen? What the fuck? Het lukt niet helemaal. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze super rare video. Dit was het allergrootste snoepbanaantje wat er bestaat. En ik hou van hem. Doe een like. Als we super veel blauwe duimpjes omhoog halen, ga ik meer grote snoepvideo's maken. En abonneer natuurlijk ook even op mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft. Van weer een nieuwe video online start. Tot de volgende keer. En adios. Hey, kom hier vaker. Oké. Lukt het? Oké, doe deze in. Oma. Vandaag gaan wij GTA 5 spelen, oké? Wat is dat? GTA 5 is een superleuk spel. Kijk, jij bent deze man. Je ziet deze man, toch? Ja. Oké, wat denk je dat deze man gaat doen in deze mooie wereld van GTA 5? Wat gaat hij doen? Gaat drank halen. Ja, hij gaat drank halen, dat is goed. Bier en wijn staat erop, dus ik denk dat hij drank gaat halen. Oké, maar wat nou als we gewoon mensen doodschieten? Kijk. Dit kan toch niet? Kijk, we schieten mensen dood. Nee, zie dat rennen. Vind ik echt erg. Job? What the fuck?
Wat is dit? Oké, welke auto vind je mooi, oma? Welke auto wil je hebben? Kijk. Ja, maar ik ben nog helemaal in trans van die vent. Zie die man rennen. Hé, blijf stilstaan. Ah, dat kan niet, Job. Oké, oma, we gaan een auto stelen, want de politie zit achter ons aan. Welke auto vind jij mooi, hier op de weg? Ik vind die leger, dat ding, het hoge grote ding vind ik mooi. Deze? Ja. Kijk, dan gooien we die man eruit, maar het is altijd belangrijk om je afval op te ruimen, dus we schieten hem ook dood. En dan stappen we in de auto en dan rijden we weg. Maar Job, maar dit kan toch niet? Vind ik zo erg. Wat is je eerste indruk van dit spel, oma? Nee, ik vind het echt vreselijk. Ik vind het vreselijk. Je brengt mensen op een idee, man. Ja, kijk, dat is dus wel wat jij nu zegt. Is dus daadwerkelijk wel eens gebeurd. Ja, deze auto? Dat zou ik echt. Ik denk, je brengt mensen op een idee als je de pestteken aan iemand hebt. Die denkt, oh nee, mevrouw! Oh, ik heb mevrouw dood. Oh, Job! Oké, weet je, oma, ik heb een idee. We schieten deze man dood en we pakken zijn motor. En dan gaan we snel weg, want de politie zit achter ons aan. Hoe vind je dat? Oh, nou, ik vind het echt luguber wat ik hier. Nou, dan kan ik. Kijk. Ik kan me hier toch niet voor lenen, yes, op. We hebben hem, zag je dat? Ja. Heb je dat ooit gezien? Gewoon iemand op een motor die ondertussen mensen doodschiet? Nee, natuurlijk niet. Dan bedoel ik, dat is een kunst, dat is een talent. Maar het gebeurt toch niet in het echt? Ja, heb je nooit het nieuws gelezen? Dat is het hele fucking probleem. Ja, maar niet zo toch. Ja, ik hoop het niet. Dat zou wel echt heel erg zijn. Dit is wel erg grof hoor, Job. Oké, oma, we gaan wat leuks doen. We gaan afstappen. Pot, verdikke me. We gaan afstappen en we gaan met deze man meelopen. Ik heb gewoon een pest aan die vent. Oké, dan fixen we dat voor je. Die rare haartjes onder die pet. Gadverdamme. Oké, wat gaan we doen? Gaan we mensen doodschieten of gaan we aardig zijn tegen mensen? Heel aardig. Oké, we gaan heel aardig zijn tegen mensen. Maar ze rennen allemaal voor ons weg. Ik bedoel, hoe kan dat? Kijk, we schieten. Nou, je zou aardig doen. Oh ja, oké, ik zou aardig doen. Ik zou aardig doen. Oké, wacht. We gaan even kijken op de map. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar de kapper toe. Kijk, we gaan nu naar de kapper toe. En dan gaan we even vragen aan de kapper of hij iets met ons kapsel kan doen. Mag jij zeggen? Oh, kut, de politie zit achter ons aan. Oké, wacht. Welke auto moet ik pakken, oma? We pakken die grijze maar. Au! Oh, what the fuck? Hij rijdt gewoon door! Oh my god, oma. Wat de fuck? Oh, politie! Schiet de politie dood! Dit zijn de politie die mijn Jumbo ook, kut. Oh, maar Job, dit kan je niet aan kleine kinderen laten zien, toch? Maar wat zou jij meegeven aan mensen die dit in het echt willen uitoefenen? Want er zijn echt mensen die dit spel spelen en die dan denken van laat ik dat in het echt gaan. Wat ja, nou, die hebben gewoon levenslang verdiend, klaar. Ja, oké, dus jongens, hoor dat. Levenslang. Oké, oma, we zouden naar de kapper toe gaan, dat was ons idee. Dus we lopen wel even naar de kapper, want jij vindt het niet leuk als ik een auto stibbel. Dus dan lopen we naar de kapper, oké? Oké, zullen we naar de kapper lopen? Moet hij verder naar de kapper? Ja, hij moet naar de kapper. Zullen we anders even een taxi pakken, gewoon? Ja. Oké, dan pak van taxi. Is jouw woorden? Jeetje, maar als je zulke dingen doet, dan staat je kop toch niet naar de kapper, joh. Dat is nou het hele idee. Soms ben je op een missie en desondanks de dingen die je doet, je moet die missie klaren. Kijk. Jongen. Zie je deze man? Een Engert. Wat vind je van hem? Die ogen. Hij is stoned. Doodenge man. We gaan een eng chapsel nemen. We gaan een eng chapsel nemen, jongens. Kijk, let op. We zijn binnen en we gaan deze vrouw, die gaat ons een kapsel geven. Oké, jij mag zeggen welk soort haar je wilt hebben. We hebben nog een beetje hartstikke bloed. Kort, liefst kaal. Oké, daar gaan we. Wil je dit hebben? Die vindt helemaal kaal. Nee, of dit? Kaal. Kaal. Ja. Oké, kaal. God, kaal. Dan lijkt hij nog erger. Nee. Nee, vind je dit niet hard? Dit is toch hard? Ja, maar hij heeft het verdiend. Het is een rotfan. Hij heeft wel mensen doodgeschoten. Hij moet helemaal kaal. Helemaal kaal. Oké, jongens, jullie horen het. De man moet kaal. En oei, wacht. Hij heeft ook een baard. Wat moeten we met alles straf. Alles straf, oké, ja. Oké, alleen nog even een baard. Ik vind wel dat hij zo'n typisch. Ze gaat die baard groeit aan. Ja, dat gaat snel. Hè. Kijk, hier is hij kaal en nu heeft hij. Oké, we gaan voor de baard. Jongens, we gaan voor de baard. Oké, maar je vindt het spel vind je dus niet zo verantwoordelijk voor kinderen, zeg nee, je dus nee, eigenlijk. Nee, absoluut niet. En lijkt het je een leuk spel om zelf te spelen? Dit spel? Nee, ik vind het echt zo. Nee. Oh, kijk. Zie die man. Ja? Wacht even. Weet je wat ik van hem heb gehoord? Nou? Ik had ooit een ijsje van hem gekregen, alleen hij wou het niet terugbetalen. Nou ja, kijk, zo. Job, nu is het geregeld. Terugbetalen. Kijk, dit is... Kijk, weet je wat wel heel belangrijk is? Deze video's wel uitzenden, Job? Tuurlijk mag ik dat, want... ik weet eigenlijk niet of ik dat mag, maar... Oké, okay, oma... Het is wel erg heftig, hoor. We rijden weg, oma, en we moeten proberen niemand aan te rijden. Ja, jij moet zeggen welke kant ik op moet. Jij met Tom. Ja, gewoon rechtdoor. Oké, zeg wanneer ik rechtsaf moet, hè. Nee. Oma, ik heb mensen aangereden door jou, wat doe je? Nee, oma, nee, oma! Hij moet op de weg blijven, niet naar rechts. Ik ga je man doodrijden. Oma, help! Hij moet... Ja, dat is jouw schuld. Zie je deze man? Zie je deze man? Heb ik het ook nog gedaan? Oh nee, Job, ik vind gaan het we heel doen? Erg. Gaan we doen? Niet doodschieten. Oké, sorry. Oké, oma, jij moet dus... Oh, zie die bumper. Gadverdamme, ik kan er niet meteen. Wacht, hey, politie, kijk uit, oma! Oh, kijk. Stop hoor, joh. Kijk, zo, de politie. Ik vind wacht, dit oma. Zo erg. Ik heb zo'n goed idee, oma. We pakken de politieauto. Moet eerst even dat lijk eruit gooien die we net hebben vermoord. Kijk, nu hebben we de politieauto. Zo erg, hè, jongens, eigenlijk als je het zo. Oké, oma, jij bent nogmaals mijn navigatie, dus jij moet ja, zeggen... Ja, maar rechtdoor het liefst naar huis. En geen slachtoffers maken. Maar er zitten wel helikopters achter ons aan, want we hebben zeg maar wel redelijk wat. Ik wil je niet aan meedoen, hoor. Dit vind ik zo grof. Vind je het grof? Ja, kijk uit! Ik doe alleen maar lieve video's. Oké, daar gaan we. Die doe ik niet meer aan mee. Dit vind ik echt te grof. Nee, echt, joh. Stop het ermee. Oh, nee, kijk uit, daar is er nog één. Oh, ja, die is ook dood. Job, stop en daar, hem. Ja.
Ja, ja hoor. We moeten even 3 hele belangrijke dingen doen. 1. Een cijfer geven. Dus wat voor cijfer geef je in het spel? Nou, ik vind het een raar, bloederig spel. En dat krijgt van mij niet meer dan een 1. Maar de belangrijkste vraag wat iedereen zich afvraagt: vind je het leuker dan Minecraft? Nee. Je vindt Minecraft leuker? Ja. Maar je had een hekel aan Minecraft. Ja, nee, maar dit vind ik nog erger. Jongens, jullie horen het. Ik ben er niet voor geschapen, Job. Voor dit soort dingen. Echt niet. Vind je het goed? Doei, doei. Jongens, doe een. Doei, doei. Doe een like. En bij de 500.000 abonnees op dit kanaal gaan mijn oma rossen. Ja, doei, doei. Doei. Oké, je vond het geen leuk spel? Ik vond het vreselijk, Job. Jongens, moraal van het verhaal. Mijn oma houdt niet zo van GTA. Ik snap het ook wel. Weet je, GTA 5 is een heel bloederig, agressief spel. En mijn oma, die houdt er niet zo van. Doe een like als we 10.000 likes kunnen halen. Nee, laten we zeggen 6.000. 7.000. Als we 7.000 likes kunnen halen, ga ik meer games met mijn oma spelen. Dus doe een like. En tot de volgende keer. Adios. Jongens, ik ga vandaag samen met mijn oma Minecraft spelen. Hoe vinden jullie die? Mijn oma is even haar aan het doen en zo. Het is vandaag tweede kerstdag geweest, dus je weet het wel. Het was allemaal druk. Maar vandaag is het tijd voor Minecraft met mijn oma. En wat gaan we doen? We gaan hardcore spelen. We gaan kijken hoe lang mijn oma kan overleven in Minecraft hardcore. Oké. Oma, vandaag ga jij Minecraft spelen, oké? Ja. Je ben je klaar voor? Ik ben hartstikke moe. Let's go! Oké, doe je hand op de muis. Je rechterhand. En doe je linkerhand op de WASD toetsen. Dus dit is de W, dus daar doe je je vinger op. En dan, nee, het is wel handig als je je middelvinger doet. Oké, en nu loop je. Kijk, je loopt. Loop maar. Nee, met die. Ja, kijk, je loopt. En hiermee kun je bewegen. En je moet nu, je maakt nu dingen kapot, dat mag ook. En nu moet je ervoor zorgen dat je niet doodgaat. Dus je moet zeg maar overleven. Want als je doodgaat, dan ben je voor altijd dood. Dus je moet gewoon overleven. Ja, dat ben ik toch bijna. Oké. Ja, dat op zich. Oeh, je hebt 90 of... Ja, nee. Bijna. Oké, let's go. Maar wat de fuck doe je? Je draait alleen maar rondjes. Je moet een doel voor jezelf stellen. Ja, maar wat is een doel? Oké, rustig. Loop. Oké, stop met lopen. Oké, wacht. Nee, oké. Handen van de keyboard. Oké, iets verder nog, iets verder. Wat doe je? Je moet lopen. God. Met de W. De W-toets. Oké, kijk. En dan sla je de koe. En nu maken we de koe dood. Nee, je moet... Oké. Is dat ook de bedoeling? Het is de bedoeling dat we de koe dood maken. Ah. En ondertussen moet jij een commentary geven. Weet je wat het is? Commentaar. Precies. Dus vertel wat leuks aan de kijkers. Iets wat ze super graag zouden willen weten. Ja, nou ja, ik kan niet zo heel veel. Vertel even wie je bent. Ik kan niet zo heel veel vertellen, omdat ik er geen barst verstand van heb. Oké, je moet stoppen met lopen. Ik ga nu hout hakken. En, leuk. En Job, die vraagt dan maar weer van, oma, kom voor een of andere. Ja, maar mensen willen jouw Minecraft spelen. Ja, het is leuk, maar ik weet helemaal niet wat Oké, weet je, we gaan het even anders doen. Hoe jij mensen kunt vermoorden, oké? Oh, zeg. Heb je altijd al gewild? Iedereen ja. Oké, dus we gaan kleine kindjes vermoorden in dit spel. Ah, kleine kindjes. Want dat is leuk. Dat vind ik zo zielig, dat kan ik niet. Hier zie je deze man. Ja. Hoe heet hij? Leopold. Ja, ik weet niet waarom. Dat is echt alle slechtste naam die we kunnen verzinnen voor deze video. Maar ik oké. Okay. Wat? En dit is het kindje van Leopold. En hoe heet het kindje van Leopold? Ik vind het wel echt een Martin. Ja, een soort Martin. Het is een soort van Martin. Oké. Ja. Nu, Span, dit is zeg maar het vrouwtje van Leopold. Hoe heet die? Ja, doe Truus. Oh, dat is echt zo'n kut naam. Ja, nee, maar Truus. Ik wil niemand beledigen als je Truus heet. Is geen probleem. Nee, Truus vind ik echt zo lekker in de mond liggen. Truus of Beb. Ja, voor iemand van de breiklub, maar niet voor... Oké, nou... Dus je kunt zien, allemaal kleine kindjes. Want Truus die houdt heel erg veel van Leopold. En ze hebben heel erg veel plezier gehad. En nu moet je ze doodmaken. Ah, maar wat? Dit is wat jongeren willen zien. Ja, okay. Nou, ouderen niet. Druk hoor. Op deze knop hier, op die knop. Die? Andere. Die. Nee, die. Die. Nee, die. Oh, godverdomme. Ja, ik ben altijd zo vreselijk onhandig. Druk. Ja. Ja, vraag je zusje maar hoor. Hier, deze knop. En niet aan een... Deze? Ja. Druk gewoon hierop. Wat doe je? Hier, die. Ja, maar ik kan er toch niet bij zo, joh. Druk hier. Kijk. Oké, en wat je nu hebt gedaan. Kijk, zie daar is Leopold. Klaar. En dan moet je zo doen. Do it it. Nee. Do it it. Weet je wat dat betekent? Nee. Lek voor je. Ik ben de baas. Oh, en je moet even zo doen. Respect. Goed zo. Maar ik vind het zeer moeilijk. Maar je kan het ook gewoon niet, oké? Nee, omdat ik heel onhandig ben in dit soort dingen. Ik ga nog één ding leren, en dat is het allerbelangrijkste. Dan moet ik gewoon een keer op les of zo. Ja, maar zelfs dan gaan ze je wegsturen, omdat je een jongetje Leopold. Dat is gewoon... Dit vind ik juist geestig. Oké, zie je dit? Wat zijn dit? Kleine kindjes. Wat? Kindjes? Ik weet niet, dat zijn koetjes. Wat zijn het dan? Heb je ooit roze koe? Varken. Eindelijk, oké. Ja, jeetje. Wat is er zo chill aan varkens? Er is maar één ding chill aan varkens, dat is dat je ze kunt opeten. Dus nogmaals, ik ga je weer de opdracht geven om op deze knop te drukken. Ik ben echt sneeuw.
ik krijg echt een mental breakdown van jou. Ja, dan moet je me ook niet uitnodigen. Hoe kun jij niet gewoon op de knop drukken die ik op 1 centimeter afstand aangeef? Let op, hier. Die, zie je die? Die. Gewoon hier drukken. Kijk. Oké. En... boom. Jezus. You did it. Je hebt alle biggen doodgemaakt. Oh, wat erg. Ja, ik hou niet van varkens, maar ze hoeven niet allemaal dood. Oké, wat is nou eigenlijk... Oké, je gaat nu dit cijfer of dit spel een cijfer geven. Dat is wel belangrijk. Van 1 tot 10, wat geef je het? Nou ja, voor jou, voor jonge mensen zal dit wel heel mooi zijn, dit spel. Nee, dan krijgen ze 9 of zo. Maar voor oude mensen die amper kunnen zien waar de knop zit. Ja, maar hoe kun je dat niet zien? Ik zeg gewoon druk hier en je drukt nog hier. Wat is er... Ja, ik ben half blind, joh. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Mijn oma is half blind. Dat is duidelijk. Oké, doe nog even, zeg even dat ze een blauw duimpje omhoog moeten doen. Doen jullie een blauw duimpje omhoog. En abo. En abonneer. Abonneer voor? Voor? Abonneer voor Minecraft. Abonneer voor meer. Abonneer voor meer. Voor meer. Abonneer voor meer. Tot volgende keer. Ciao. Tot volgende keer. Nou, dan neem je maar een intelligente mens, want ik snap je gewoon zak van. Je kan geen zo'n knop indrukken. Oké. Ik kan het niet zien. Ga maar weg. Ga. Job, ik kan het niet zien. Jeetje. Nee, niet aan al die schaaltjes zitten. Hoeft niet. Dank je wel voor het meedoen. Oké, jongens, dit was Minecraft met mijn oma. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was heel moeilijk voor mijn oma om de rechte muisknop te vinden. Dus ik hoop dat jullie er alsnog van hebben weten te genieten. Kijk, het is altijd zo moeilijk voor mij om mijn oma bij deze computer te krijgen en mee te laten doen met een video. Omdat ze er nooit wat van snapt. Dus alsjeblieft, als jullie een deel 2 willen of een vervolg of hoe je dat ook wilt noemen. Doe allemaal even een like. Want als we super, super, super veel blauwe duimpjes omhoog halen. Dan ga ik mijn oma gewoon 100% weer. Voor deze computer krijgen. Of achter deze computer. Jullie snappen me. Adios. Helemaal mooi, jongens. Helemaal prima. Nee, joh. Meld aan de voordeur. Mag toch gewoon filmen hier? Jullie mogen even binnenkomen bestellen als je eten wil. Maar we zijn allergisch voor de binnenkant van de McDonald's. Voor. Nee. Geen aangifte. Hier gaat mijn Louis tas. Is fucked up, man. Nee, joh. Applaus. Ik weet niet naar welke camera ik moet zwaaien. Oh, nou, hè. Job is weer bezig. Oké, guys, het is momenteel 6:30 ochtends. Ik moet opstaan. Oké, jongens, ik heb net heerlijk ontbeten. Het is momenteel 7:30. Ik moet over 10 minuten met de auto naar het station toe. Vanaf het station moet ik dan naar Utrecht toe. Wat normaal gesproken 50 minuten reizen is. Maar op dit moment bijna 1.5 uur. Ik weet niet wat er met NS aan de hand is. Er is een soort van ziekte of zo, waardoor alle treinen fucking lang reizen. Maar dat maakt niet uit. Ik weet, het is echt heel raar. En jullie gaan het misschien niet geloven. Maar mijn humeur is echt gewoon... Het is gewoon echt magnifiek, zoals een Fransman het zou zeggen. Is magnifiek een Frans? Ik weet het niet. Wat ik eigenlijk gewoon bedoel te zeggen, is ik heb echt letterlijk geen moment tegenop gezeten. Ook al wist ik al 2 weken dat ik vandaag naar het politiebureau moest. Ik heb nog steeds reacties van mensen die denken dat ik het zelf in scène aan het zetten ben. En dat de brief die ik laatst liet zien in een video een uitgeprinte e-mail is. Jongens, dat is niet het geval, want ik heb hier een officiële brief van de politie. En ja, het is niet iets om trots op te zijn natuurlijk. Alleen, ik ben persoonlijk iemand, ik neem belangrijke dingen serieus. En ik neem niet zo belangrijke dingen ook niet zo serieus. Dus daarom dat ik het niet zo serieus. Nee, maar natuurlijk is het wel leuk om gewoon even op date te gaan met de politie. Dus ik heb hier zeg maar de aangiftebrief. Hallo, welkom bij mijn beautykanaal. Vandaag gaan jullie kijken naar een politiebrief unboxing. Ik heb deze gekocht op www.beautyunboxings.nl. En als je de kortingscode KUT gebruikt, krijg je 10% korting. Ik ga het even voorlezen. Hiermee verzoek ik u om zaterdag 17 december 2016 om 11 uur te verschijnen in het politiebureau Gielse Rijendongen. ... Om als verdachte te worden verhoord over een misdrijf. Ik ga het precies een misdrijf niet vertellen. Dat komt nog wel wanneer deze hele zaak is afgehandeld. Als u niet opgenoemd tijdstip verschijnt, houdt u er dan rekening mee dat u op enig moment kunt worden aangehouden. Oh, wat cute. Zullen we daar zo graag hebben dat als ik niet kom, dat ze me aanhouden. Zo lief. Word je nooit meer kwijt. Je bent me alles. HVJ. Kennen jullie dat nog van Hives? Ik hou er van Hives. Oké, guys, ik loop momenteel naar het station toe. Ik ga niet te veel filmen, want er zijn hier nogal veel mensen. Ik had echt niet gedacht dat er zoveel mensen in de ochtend op het station zouden zijn. Maar het zijn er nog best wel veel. En ik heb geen zin om zo meteen allemaal schreeuwende chappies voor me te hebben staan. Dus jongens, ik ga nu naar de trein toe. Ik ga zo meteen lekker instappen. En dan gaan we gezellig een ritje maken naar de andere kant van Nederland. Maar eerst moeten we natuurlijk Mitchell ophalen op Utrecht Centraal. Let's go. Oké, jongens, we zitten gezellig in de trein. Of ja, ik in mijn eentje. Ik ben lekker forever alone. Maar natuurlijk, als je bij iemand op date komt voor de eerste keer, moet je wel een cadeautje meenemen. Ik heb daar natuurlijk aan gedacht, want ik ben een echte gentleman. Dat is dus een van de redenen waarom je niet moet provoceren. Karma staat gelijk. Leuk cadeautje. Oké, jongens, we zijn in Gielse Rijen, andere kant van Nederland. We lopen nu naar het politiebureau toe. Tenminste, we denken dat hier het politiebureau is. Het is zo koud, holy shit. Jongens, kijk eens waar we zijn.
headquarters, man. Mijn grootste fanbase, de politie, hier in Gilserijen. Hier heb ik zometeen mijn Q&A, jongens. A.k.a. mijn verhoor. Let's go. Jongens, daar is onze privéchauffeur, Mitchell, man. De Q&A. Nee, jij bent niet de privéchauffeur, maar de Q&A gaat hier zometeen plaatsvinden. Ja, ja. Kijk, jongens, daar is een politieauto. Dat is het politiebureau. Heb je er een beetje zin in, Mitchell? Ik heb lang geen Q&A gedaan, jongens. Dus het gaat waarschijnlijk super gezellig worden. Let's go. Kijk, jongens, wat een mooie sportwagens. Jongen, jongen, man. 1, 2, 3, 4, 5, 8 sportwagens. Helemaal mooi, jongens. Helemaal prima. Nou, mevrouw heeft een slechte dag vandaag. Is niet zo vrolijk. Maar ja, kan gebeuren toch? Kan ik me voorstellen. Zoals het goed is, is het gewoon openbare weg. Maar hun zeggen privéterrein. Zien jullie? Daar staat de politieagent, jongens. Ze kijkt heel boos. Meld aan de voordeur. Mag ik gewoon filmen hier? Nee, dat is toch een foto? Hoezo? Dat staat hier. Oké, jongens. Moet me melden aan de voordeur. Let's go. 6.5 hours later. Mitchell, man. Hoe ging mij verhoor, man? Van hoever ik vernomen heb, ging het prima. En we gaan er nu een leuke dag van maken. En wat vonden jullie van mij goed? Ja, jullie waren er niet bij, maar wat denken jullie? Ging het goed? Ja, man. En wat is de plan? Wat is het plan? We gaan naar Antwerpen toe. Antwerpen. Maar wacht, dat is wel leuk. Dat is België. Vertel even snel een Belgen op. Er zaten twee Belgen in de bus. Waarom maakt een Belg een pak melk open in de winkel? We staan hier open. Je shout-out naar alle Belgen en we gaan nu naar Antwerpen. Oké, jongens. Oh shit, camera is weer ingezoomd. Ik ben nog steeds met Mitchell. Hoi. En ja, man. Het is goed gegaan. Het verliep allemaal best wel snel. Nou tenminste, hoe lang was ik binnen? Echt bijna 2 uur. Bijna 2 uur. Maar het was ook, ik ga heel eerlijk zijn, het was een super gezellige, aardige vrouw. We hebben ook gewoon een beetje gepraat over YouTube buiten de zaak waar het over ging. Het was gewoon super gezellig. Ik vond het leuk om een keer mee te maken. Het is niet dat ik vaak met politie in aanraking wil komen of zo. Maar ik vond het leuk om mee te maken. Het was een gezellige date. En sowieso voor herhaling vatbaar. We staan momenteel bij de McDonald's. Die andere twee die zijn even naar de wc. En ja, man. Ik hoorde jij gaat crossen in die auto. Nee, man. Geen handig idee. Dat is geen goed idee, man. Ik weet het, man. Ik heb zin om even iets te drinken te halen, maar ik denk dat wel even ga doen, ja? Man. Wil je ook wat? Als je gunt. Ja, tuurlijk. Jongen, je weet, ik gun al. Zeg ja. Die, kijk eens even. Nee, even serieus. Deze jongen, kijk eens wat ik hier heb. Ik denk, hij gaat één dik. Kijk, laat hem even. Ik smoke niet. Je hebt allemaal gelijk. Hier, kijk, een ticket. Een treinticket. Maar dat is niet het enige, jongen. Maar jij betaalt het altijd. Je betaalt altijd eten, drinken. Hij gunt altijd. Jongens, dat komt. Als je zelf gunt, wordt het jou ook gegund. Onthoud dat goed. Nou, we gaan dus nu even de McDonald's binnen. Ik ga daar een klein beetje filmen. Niet te veel voor de politie zo meteen in één keer. Safo, hier komt buiten die auto. Is in één keer weggereden. Shit, man, dat is klaar, hè? Oké, we gaan even de McDonald's binnen, jongens. Ik heb mijn portemonnee in mijn tas zitten. Dus jongens, let's go. Oké, jongens, kijk, mijn veel te grote jas. Ik had het fucking koud. Ik had zelfs geen jas bij me, dus ik mocht hem lenen van Ian. We gaan nu langs de McDrive, maar we doen het lopend. Wow. Hij zegt dat kan, Ian zegt dat het niet kan. Het heet geloof ik een McDrive, dus dat kan waarschijnlijk niet, maar ja. Maar bij mij kan het. Als ik Mitchell moet geloven, kan het gewoon. Dus maar jongens, we gaan lopend langs de McDrive. Let's go. Ja, hallo? Goedemorgen, goedemiddag. We worden gewoon genegeerd, man. Oh nee, ze moeten nog betalen daar. Oké. Nou, is dat een cameraatje wat hierin zit? Nee, toch? Oh, serieus? Ja. Dus ze zien nu gewoon zo'n guy met een camera voor hun camera. Gewoon zo van, yo man, ik wil even bestellen. Oké, dit duurt een beetje lang. Jullie mogen even binnenkomen bestellen als je eten wil. Maar we zijn allergisch voor de binnenkant van de McDonald's. Oké, nou, we zijn al geschot, jongens. We moeten naar binnen. Let's go. Kom, we gaan hem bij die raam gaan we hem rennen. grapje, ben gek. Dat ik zo van bij Becky. Oh, je hebt ook gefilmd. Oké. Hier. Goedenavond met McDonald's inclusives. Hey. Ah, krijgen we geen korting? YouTubers korting. Als je een YouTube pasje hebt. Ja, die heb ik. Ja, die hebben we. Ik moet hem even pakken. We hebben hem serieus. Moet ik hem even pakken? Ja, wat leuk en aardig, maar dat. Dat doet hij niet aan. Dat is echt jammer. Het is geen YouTubers donderdag, jammer. Nou, hou dat op, hè. Ik ga wel een tekeningetje voor je maken. Kijk, het is een smiley. Voor jou. Ja, dat maakt mijn dag gewoon. Kijk, hey, ik heb zijn dag. Nice, man. Ik heb zijn dag gemaakt. Ja, ik ga er niet bij komen, man. Mijn armpjes zijn te kort. Ewa, ja. Deze bent te bazen. Hij was bij mijn smiley, man. Ik heb geen jongens. We gaan net doen of we slapen. Echt? Is dat? Kom op. Voor. Nee, geen aangifte. Oh nee, blijf staan. Doe open. Oh, what the fuck? Kijk hem. Hij is zo echt zo van, wat de fuck gebeurde er allemaal? Oké, jongens, het komt misschien een beetje raar over, maar ik ben op dit moment weer thuis. Ik ben eergisteren uit Antwerpen gekomen. Jullie denken nu misschien van, Job, waarom heb je niet in Antwerpen gefilmd? Het was fucking saai. Er was gewoon echt heel weinig te doen en er was dus voor mij eigenlijk ook heel weinig om voor jullie te filmen. Ik had jullie natuurlijk wel een beetje mee kunnen nemen door in ieder geval even mijn camera te pakken. Maar ik was super misselijk geworden door de autoreis naar Antwerpen toe. Ik heb zeg maar een best wel erge vorm van wagenziekte. Dus zodra ik 10 minuten in een auto zit, dan begin ik zeg maar al kokhalsneigingen te krijgen. Dat is een beetje
overdreven, maar ik word vrij snel misselijk in een auto. Het is momenteel 11 uur 's ochtends. Ik ben letterlijk, geloofd of niet, 4:30 in de ochtend opgestaan. Dat ben ik niet gewend om te doen. Ik ben eerder gewend om 4:30 's ochtends te gaan slapen in plaats van 4:30 's ochtends te gaan opstaan. Ik moest alleen alles nog fixen voor DutchTuber 1, oftewel mijn hoofdkanaal waarin dit kanaal eigenlijk, waarop dus alle video's komen. En natuurlijk alle video's voor DutchTuber 2. Vandaag namelijk is het een drukke dag en ik ga jullie proberen daar wel een beetje in mee te nemen. Heb ik een televisieuitzending, of ja, het is first. Het is eigenlijk wel gewoon een televisieuitzending. Samen met mijn bro Thijs. Ik heb Thijs alweer een tijdje niet gezien, dus dat gaat super gezellig worden. Ik ga jullie meenemen en om mee te beginnen moet ik nu mijn trein halen, want die gaat over 15 minuten. Dus let's go. Okay guys, daar zijn we in Amsterdam. Yeah, yeah. Met je boy Thijs. Het is lang geleden dat hij samen met mij in een video is geweest. Zeker. Maar ja, shit man, we hadden geen interview met de Volkskrant, man. Nee, we zijn genakt, man. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Er is iets gebeurd. Laten we het houden op een klein ongelukje met vingerverven. Hier gaat mijn Louis-tas. It's fucked up, man. Nevertheless, we gaan zo meteen naar de uitzending van First. Yes. Het wordt super gezellig. Ik heb even wat drinken gehaald en ik hoorde dat we even naar de snackbar gaan. Ja, prettig. Dus gaat leuk worden, man. Zometeen King Alert weer zien. Paul, is lang geleden. Ja. En jongens, ik heb trouwens een keer de King Alert wekker gebruikt. Heb je ook een keer gebruikt? Wat? Word je gewoon wakker en hoor je, yo! Is gewoon prachtig, man. Hey, ik heb vandaag wel een speciaal bericht voor alle wankers, man. Oh, kijk, jullie horen het, jongens. Ik ga zo meteen de camera ook in de uitzending even neerzetten. Kunnen jullie Thijs een speech ook even horen. En we zien jullie zo, jongens. Let's go. Oké, jongens. Na het vingerverven. Even gezond eten na het vingerverven, jongens. Let's go. Oké, jongens. We zijn in de studio. We lopen er nu naartoe. Let's go. Oké, guys. We zijn in de welbekende First Studio. Ik moet een beetje uitkijken voor mijn mooie verfrugzak. Maar dat moet goed komen. Ja, man. DutchTuber, papa, vingerverfgevecht. Ja, man. Ik heb wel gerend, man. Ik zeg je eerlijk, Thijs die had het gezien. Ik was binnen 1 minuut als ik aan de andere kant van Amsterdam. Je was echt snel, man. Shit, man. Hier gaat het zo meteen gebeuren, jongens. Ja, ja. De first uitzending. Ik heb hier, geloof ik, 1 keer eerder ben ik hier geweest. Ja, toen zag het er echt nog anders uit, man. Klopt, man. Toen maakte ik nog fake video. Ik weet niet wat ik toen deed, YouTube, man. Toen merkte ik nog samen. Ik was nog Minecraft boy, man. Ja, toen was ik nog met Minecraft bezig, man. Ja, man. Het ziet er wel professioneel uit, jongens. Kijk, als dit nou gewoon een studio was waar ik mijn video's in zou maken, dan zou het andere kwaliteit worden, man. Holy shit, kijk dan. Maar daar gaat alles geregeld worden in de live-uitzending, ja, denk ik, of niet? Als wij hier zitten, dan zie je al die mensen daar helemaal druk met alles en nog wat. Hier worden ook al die geluiden zo in de uitzending gevoegd en zo. En ja, man, dat is wel lijp, man. Holy shit, kijk die studio, jongens. Kijk, die heb je hier al. Studio Libby. Bijvoorbeeld deze is voor jou, maar als ze je niet meer willen horen, doen ze het. Oh, hey, dat is wel slim. Dus als we te veel praten, jongens, dan kunnen ze dat gewoon uitzetten. Dat is fucking slim. Ja, dat is allemaal mooi. Hallo, 2 koffie. En dan horen ze ja, daar, toch? Maar wie doet dit ook weer? Bas zit hier toch voornamelijk? Nee, maar Bas is al lang weg, man. Oh, is je al weg? Ja. Ja, man. Nee, joh, SO naar Jeukvogel. SO naar Jeukvogel. Dat is een nieuwe naam, toch? Ga je eerst kutleven? Ja, ik ben wel boos daarom. Weet je wel, dan hebben ze van die fucking fankleding. Dat is wel jammer, man. Kutleven? Ja. Is het Jeukvogel, man? Ja, ik vind het beide leuk, maar inderdaad, als je dan een merch. Want hij had merchandise, toch? Ja, van, merch, ja, ja. Shit, maar dat is wel jammer, man. Ik zeg eerlijk, ik heb die shirt in de fik gestoken in de video. Die nooit online is gekomen. Maar dat heb ik ook met Doe Maar Gamer, man. Er zijn ook super veel mensen met een Doe Maar Gamer sweater en nu zit. Maar ja, whatever, weet je. Dat blijft nostalgie. Nou, jongens, het is zometeen tijd. Ik heb film het is tijd. Hoe mijn tas eruit ziet voor nog 1 keer, jongens. Kun je het nog even zien? Kijk deze soldier. Oeh, super mooi, jongens. Ik vind, het past wel bij mijn tas op zich. Weet ja, je? Het past wel. Hij is nu wel limited edition. Het is nu een limited edition. Misschien ga ik hem wel giveaway, jongens. Fuck die tas, man. Doe een like als je mijn tas wilt winnen. Jongens, we gaan even wachten tot de studio vol loopt. En dan, misschien kan ik wel een stukje van de uitzending filmen door mijn camera er ergens neer te zetten zometeen. Ik weet niet of dat handig is, of dat kan. Tuurlijk, gewoon doen. Gewoon doen, jongens. Ik zie jullie zometeen. Thijs heeft de studio kapot gemaakt zojuist. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar hij drukte een knop in. Toen hoorden we grrr, en in één keer alles lag uit of zo. I don't know. Ik weet ook niet waar die nu is, maar hij is geloof ik daar ergens. Jongens, deze dag zitten we vol avontuur, man. Rare dingen die hier gebeuren. Maar mijn lippen, die zitten trouwens onder zo'n soort van zalf of zo, omdat het weer neukt mijn lippen. I don't know. Maar nee, het is weer een interessante dag. Er gebeuren veel dingen. En dit is zo meteen waar het allemaal gaat gebeuren. Jongens, dit daar. Hier, jongens, is het magische King Alert stukje, waar altijd het nieuws wordt gebracht. En ja, man. De laatste keer dat ik hier was, zat ik hier. En zat ik hier Minecraft spelen, dat is al lang geleden. Zometeen begint de uitzending, jongens. Let's go. Gooi even die vlogception, man. Die echte vlogception. Daar hebben we Paul, daar hebben we Thijs, daar hebben we Veros. Geen gezellig in de studio. Ik laat even iemand binnen, die komt met paintball gun. Oh nee, vingerverven jongens, oh nee. Gaat fout. Oké, jongens, we gaan zo beginnen, let's go. Yo, yo, yo. Er was ook een schatkist. Zo zie je ze, man. Zo zie je ze, man. Enge dingen. Heb je er zin in, jongen? Ik heb er zin in, man, altijd toch. King Alert is ook in de building. En nu is hij hier! Oh, die gummy weer, man. Die gummy weer, man. Millie, man. 1,5. 9, 8, 7, 6. The one and only. 3, 2, 1. Hij is in de building, joh. Applaus. Ik ben
meteen in de roken camera. Ik moet zwaaien. Oh, daar! Hey. Ja, gaat lekker, man. Gaat lekker. Ik zet deze mooi hier. Wat ben je tegenwoordig allemaal aan het doen, jongen? Je bent volwassen geworden. Ik ben, ja, toch wel, hè. Gaat toch die kant op. En waar liggen je passies? Wat wil je gaan doen? Ja, ik wil sowieso wel meer gaan vloggen. Wat meer avontuur, zeg maar. Nou, vandaag hebben we gezien wat dat oplevert. Maar ik wil gewoon iets hebben wat ook een beetje stabiel is. En ja, fake pranks, weet je. Het is een tijdje leuk. Op een gegeven moment, wanneer je niet meer normaal op straat kunt lopen. Dat is wel grof, inderdaad. Wat we gaan doen is het volgende. Kan je heel kort even uitleggen, wat is de lyric prank? De lyric prank is dat je eigenlijk gewoon een vriend of een vriendin of een familielid gaat pranken door middel van de songtekst van het nummer. Ja. En dat kan elk artiest zijn eigenlijk. Dus we hebben hier een nummer, wat nummers van Steen. Okay. We hebben daar de naam of familielid, ik weet niet. Ik heb een naam hier. Nou, laten we beginnen bij de eerste naam. En we hebben hier de songtekst. Yes, is goed. Hier staan de nummers. Kom maar hier staan. En ja, kies er maar één uit. Wat een nieuwe. Ik moet gewoon eentje kiezen. Ja. Nou, deze haat. Ja, lijkt me wel op zich toepasselijk. Ja. Ik ben benieuwd. Maar dat lijkt me wel awkward dat hij in één keer dit berichtje zo. Ja, gaat hij mij DM'en straks? Job is weer bezig. Ja, ik hoop niet dat er nu iets fucked ups uit gaat komen. Oké, hij komt online. Ah, nee, man. Ja, hij is aan het typen. Nee, man. Dit is niet goed, man. Oké, nou, ik ben. Wow. Wat? Haha. Hey Thijs! Het was gewoon een live lyrics prank, man. Ja, man, hoor je Ben. Die Ben die deed, snapte niks van. Ben snapte niks van, was wel ongemakkelijk, man. Als Paul iets in het gesprek wil zeggen. Ja, hij mag wel schaak. Wat, man? Thijs is nu terug met zijn bosvideo's en zo. Ik voel ze allemaal weer aankomen nu. Ja. Vandaag ook een heel groot avontuur beleefd. Thijs, je wil één ding erover zeggen. Ja, ik wil één ding over zeggen. Ik had vorige week gezegd dat de mensen van de squad wankers zijn. Dat neem ik terug. Doe het nu. Nee, ik ga geen Doe gewoon namen. Nee, wat ik gun hem. Je bent nu echt een pussy. Kom, ik wil gewoon keiharde namen horen. Ik gun hem dat echt niet, man. Ik gun hem dat echt. En zo'n knol? Ja, want die niet van Job en het, misschien daar kun je niks over zeggen. En shout-out naar Cinemate, dat was fucking gezellig. En Ziggo, thanks voor het kijken. En ik weet niet, ik vond het leuk, jongens. Dankjewel, Job, voor het komen. Yes, was gezellig. Kom je elke week? Nou, misschien wel. Ik geef je geld. Wie weet. 100 euro. Thanks, hè. Hey, en nog even een speciale shout-out naar Wendy, Goudsmit, mooiste vrouw op aarde. Bel me. Ik heb een kerstboom. Ik ga Skyrim spelen als ik thuis ben. Later. Doei. Breakfast! Ah, al ging goed, man. Lekker, was gezellig. Ja, nice, geen probleem, man. Was een leuke uitzending, jongens. Ja, is goed gegaan, man. Was leuk, man. Let's go. Het is altijd gezellig met Veras, jongens. Altijd. Alleen nog een paintballgeweer, man. Als we een paintballgeweer hadden, was het... Oh, mijn stem raakt weg. Nee. Oké, we gaan weer terug, jongens. Let's go. Oké, jongens, man. Het is leuk geweest voor vandaag, man. We hebben genoeg meegemaakt. Bedankt voor het kijken. Het is een hele hectische dag geweest, maar wel een leuke dag. Ja. Abonneer allemaal op het kanaal van Thijs. Yes, het leven van Thijs. Het leven van Thijs. Staat in de beschrijving. Hij gaat in 2017 knallen, heb ik gehoord. Zo, ik zeg het je eerlijk, als je houdt van gestrekte benen, gooi even die sub. Sowieso, dus abonneer op Thijs, abonneer op mijn YouTube kanaal. En hopelijk gaat het de volgende keer beter en hoeven we niet onder de vingerverf naar huis te gaan. Maar het was wel weer leuk, het was een ervaring. Het was lachen. En tot de volgende keer. Later. Yo guys, Job hier, a.k.a. Waarom een beetje mijn familie, Job? Ja, waarom doe je dat? Pak hem. Let's go. Dat was raar. Yo guys, Job hier, een keer de Chewer. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze nieuwe video ga ik iets super speciaals doen. Ik ga namelijk een aantal drankjes proeven waar ik persoonlijk super benieuwd naar ben. Ik ben echt super benieuwd hoe ze gaan proeven. Uiteindelijk ga ik ze natuurlijk ook een cijfer geven. Want ik denk dat jullie ook wel willen weten hoe lekker ik ze vind. En dan ben ik gewoon heel benieuwd of het chill gaat zijn. Ik heb namelijk de volgende drankjes. Fanta Mesco, ik weet niet wat het is, maar oké. Skittles drank. En hier ben ik misschien nog wel het allerbenieuwdste naar van allemaal. En de enige echte Snickershake. Dus we hebben sowieso gewoon twee drankjes die smaken naar van die dingen die je uit een snoepautomaat haalt. Ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen met degene waar ik persoonlijk het minst benieuwd naar ben, namelijk de Fanta Messo. Ik weet persoonlijk niet wat Messo betekent, maar let's go. Oh ja, doe allemaal even een like. Als we super veel likes halen, ga ik meer van dit soort proefvideo's maken. Het ruikt eigenlijk gewoon naar Fanta, maar er zit een beetje een soort van zure geur aan. Dit is fucking lekker. Het smaakt gewoon naar Fanta, maar gewoon iets minder zoet. Ik zou niet zeggen dat het gelijk mijn favoriete drankje is, maar als ik mocht kiezen tussen de normale Fanta en deze Fanta, dan wist ik het wel. Ook moet ik zeggen dat naarmate je het meer drinkt, het best wel smerig wordt. Ik hou gewoon niet zo van Fanta. En nu gaan we door naar iets waar ik echt heel benieuwd naar ben. Namelijk de Snickers Shake. Ik heb echt geen idee hoe vloeibare Snicker gaat smaken, maar let's go. Oh my god. Het ruikt gewoon letterlijk naar chocomel met een soort van noten. Dat is best logisch, want het is namelijk Snicker. Oké, jongens. Zijn jullie klaar voor het moment der momenten? Dit is waar jarenlang oorlogen voor zijn gevoerd. Dit is waar miljoenen uitvindingen voor zijn gedaan. Dit is waar King Alert door is ontstaan. Dit is de Snickers Shake. Let's go. Gadverdamme.
Weet je wat dit aan smaakt? Ik heb ooit een proefvideo gemaakt waarin ik insecten ging proeven. Dit smaakt letterlijk naar insecten. Ik snap het niet. Hoe kan dit zo vies smaken? Ik vind het echt niet lekker. Als ik dit een cijfer moest geven, dan geef ik het gewoon een 3,5. Ik vind het gewoon echt niet lekker. Ik had echt gedacht dat het gewoon een nog zoetere chocomel zou zijn. Dus echt heel chocola-achtig. Maar dit was gewoon echt een no-go. Maar nu hetgene waar ik misschien wel het allerbenieuwdst naar ben van allemaal. De Skittles-drank. Nooit van gehoord. Oh, je moet het schudden. Dat heb ik bij die niet gedaan. Nou ja. Het is geschud. Holy shit. Er komt iets roze uit. Oh my god, dit ruikt zo lekker. Holy shit, ik wil hiermee trouwen. Oh my god, dit ruikt. Als ik ooit met een meisje ga daten, dan wil ik dat ze hier naar ruikt. Dan is het dan klaar. Holy shit. Oké, jongens, jullie er klaar voor? Let's go. Toen ik rook, dacht ik dat het lekker zou zijn. Maar het is zo vies. Ik voel me weer stukken beter. Ik ben echt zo teleurgesteld, want je weet toch zeg maar wanneer een pasgeboren baby spuugt, dan is dat zeg maar nog heel biologisch. Ja, daar smaakt het naar. En niet dat ik ooit pasgeboren baby spuug heb gedronken, dat zou heel erg raar zijn. Ja, precies hetzelfde. Ik kan me legit niet voorstellen dat iemand dit voor zijn plezier drinkt. Het is fucking vies. Het is gewoon letterlijk melk. Kijk, zeg maar wanneer jij Skittles in melk zou laten soken. En je zou dan de melk opdrinken. Daar smaakt het naar. 3,5, 1. Fuck it. Ik heb misschien wel een idee hoe ik het toch nog bruikbaar kan maken. Fuck you. Gelukkig heb ik nog een hele doos met veel meer producten die ik kan gaan proeven in de video. Willen jullie dat zien? Doe een like. Abonneer ook massaal op dit YouTube kanaal, want bij de 400.000 abonnees ga ik iets heel speciaals doen. Het was je worden tuber. En ik zeg adios. Let's go. Oké, jongens. We moeten een beetje zachtjes praten. Morgen is het tweede kerstdag. Het is momenteel 10 over 12. Dus eigenlijk is het al tweede kerstdag. En ik wil mijn oma gaan pranken. Ik ga nu alvast de voorbereiding doen. Ik hoop dat ze niks door heeft. En morgen ga ik het er dan geven. Let's go. Dit gaat hem worden. Het moet echt super stil zijn, want iedereen slaapt. Er zit gewoon nog een veertje op het ei. What the fuck? Dit is echt zo raar om te doen. 20 over 12 s'nachts een ei insmeren met Nutella. Oké, jongens, hij is bijna klaar. Oké, jongens, dit is hem geworden. Ik ga hem nu in de fridge neerleggen zodat hij morgen klaar is. En dan ga ik hem aan mijn oma geven. En dat op tweede kerstdag. Let's go. Ik hoop dat dit werkt. Ik probeer hem een beetje te verstoppen, want mijn oma mag hem natuurlijk niet vinden. Oké, jongens, ik ga nu wachten totdat mijn oma wakker is. Ik ga zelf slapen. Oké, kijk, ik moet voor een gesponsorde video, moet ik deze laten proeven. Die kun je zeg maar zelf maken. Wacht, ik ga hem voor je eruit pakken. Moet ik hem proeven? Ja. Kijk, dit zijn, ik ga even laten zien. Kijk, dit zijn dus de allernieuwste chocolade-eieren voor tieners. Er zit extra proteïne in. En is ook voor oudere mensen goed. Dus ik heb gisteren al eentje opgegeten in een video, dus nu moet jij even een grote hap nemen. Dus ik zou zeggen, proef. Hard bijten. Heel hard, gewoon. Ja. Ik heb er allemaal kunst. Nee, je moet gewoon hard bijten. Goed zo. Nee, ik kan wel. Lukt wel. Hard bijten. Je moet gewoon hard bijten. Ik ga mijn kronen gaan draaien. Nee, dit zijn eieren met proteïne. Daarom lijken ze hard, maar het is goed voor je. Ja, maar dan breek ik straks. Nee, lukt wel. Doe maar. Ja, ik heb het snel opgenomen. Nee, je moet echt. Ja, dit lijkt wel staal, man. Nee, dat is geen staal. Wacht, die heb je van. Ja, dag, godverdomme. De tandarts zei tegen mij, mevrouw, met de feestdagen niet te hard dicht. Wacht even, ik ga het voor je regelen, wacht. Ik ga die zit helemaal los. Ja, wat zit los? Die tand. Echt waar? Als ik daar in mijn bijt, dan is de tand kwijt. Wat de fuck is er mee gemaakt? Dat zei de tandarts tegen mij. Hij zegt geen harde stukken eten. Ik heb hem te lang in de vriezer gelaten, jongens. Ja, het is mislukt. Ja, het is helemaal mislukt. Sorry, maar ze heeft het nog niet door, dus we kunnen het zo meteen nog een keer gaan proberen. Ik heb al een manier. Let's go. We gaan even naar beneden. Maar wat is er met je tanden dan? Omdat ik oud ben, gaat alles loszitten. Oh, zo. Ja, ik had hem te lang in de vriezer gedaan. Ze heeft gewoon letterlijk die schil opgegeten. Oma, het is gelukt. Ik heb hem even in de magnetron gedaan. Waar ben je? Enjoy. Moet ik hem even zo? Neem een goede hap. Nee, ben je serieus? Oh, godverdomme, nee! Is niet lekker. Dit is een echte prank. Dit is een echte prank.
Dit doe je nooit meer, want het wordt me dood. Echt, het wordt me dood. Oh my god, je hebt wat gewoon... Wat is dit smeren? Dit is gewoon een echt ei. Ik heb gisteren nacht, toen jullie allemaal sliepen, heb ik dit ei heb ik ingesmeerd met Nutella. Oh, wat erg. Toen heb ik hem in de vriezer gedaan. Ik heb hem er net uitgehaald. En nu heb je... Ik heb het gedaan. Ik heb je geprankt. Ah, oh, dan ik vind het goed. En volgens mij slapen. Ja, jongens. Loop jij die kelderkast te klooien? Dus geluk, jongens. In eerste instantie ging het niet helemaal goed, maar toen had ze nog niet door dat ik het probeerde te pranken. Dat is gewoon een ei, hè? Het is gewoon een echt ei met Nutella eroverheen, zodat je zou denken dat het een chocolade ei. Dit was een prank, hè? Ja, maar dit was een echte prank. Dus je had, zeg even voor de duidelijkheid, voor dat mensen denken, dit wist je niet, hè, dat ik dit ging doen. Natuurlijk wist je dat niet. Je dacht gesponsorde video. Ja, dat dacht ik. Nou, tik hem aan. Godverdoel. Oké, jongens, het is gelukt. Ja. Prank is geslaagd. Een echte prank. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. Okay. Wat Job en Tolgan doen tijdens een treinreis. I'm flying through the air because I'm a bird. I'm a bird. Thanks for watching to this new video. Subscribe to the channel of my best friend Tolgan, and I see you guys later. Bye. Yo guys, Job hier, Eetje de Tsuber. Vandaag jongens is het een super speciale dag. Vandaag ga ik namelijk iets proeven wat ik al mijn hele leven wil proeven. Het is namelijk energiedrank met de smaak van wiet. Het klonk in mijn hoofd iets epischer dan dat het er nu zo uitkomt, maar... Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar ik vond een website op internet die het verkocht. Er zijn twee verschillende soorten wietsmaken van. Ik heb ze alle twee besteld en ik heb ze hier dus ook. Met om mee te beginnen, deze. Dit jongens is dus letterlijk wiet-energiedrank. Ik ga ervan uit dat er geen echte wiet in zit, want dat zou een beetje fucked up zijn. Maar ik ben ook vooral super benieuwd hoe dit gaat smaken. Maar uiteraard heb ik ook een tweede smaak. En ik heb persoonlijk geen idee wat er anders is aan deze smaak, maar deze is oranje. De leuke kleur van Nederland. Dus ik ben eigenlijk gewoon super benieuwd. We gaan wiet energy proeven. Doe ook allemaal even een blauw duimpje omhoog op deze video. Want als we super veel likes aan, ga ik meer van dit soort proefvideo's maken. En abonneer ook allemaal snel op dit YouTube kanaal. Want bij de 400.000 abonnees ga ik iets super groot doen. Ik ga een soort van special doen die mij waarschijnlijk een hoop pijn gaat opleveren. Dus abonneer allemaal snel. Maar nevertheless, ik zou zeggen, laten we gaan beginnen met het proeven van de wiet energy. En elke keer als ik het zeg, klinkt het gewoon nog gekker. Let's go. Oké, we gaan eerst even ruiken. Het ruikt naar wiet. Het ruikt gewoon letterlijk alsof iemand hier naast mij gewoon heeft zitten doen. Like no joke. Oké, jongens, we gaan een slokje nemen van de wiet energy. Oeh, ik moet mezelf even mentaal voorbereiden. Hold up. Ik voel niks, maar het smaakt heel erg raar. Het smaakt gewoon letterlijk naar energiedrank met een soort van de geur van wiet. Het is echt een hele rare combinatie. Maar nu ben ik natuurlijk benieuwd hoe de oranje wiet energy smaakt. Zijn jullie ready? We gaan even ruiken. Holy shit. Dit ruikt naar mango. Naar een mango die een joint heeft gerookt. Een mango die stoned is. Ik hoop dat jullie ready zijn. Let's go. Dit smaakt gewoon letterlijk naar... Dit smaakt gewoon letterlijk naar sinaasappelsap. Maar gewoon ook letterlijk 100% hetzelfde. Het is best lekker. Alleen het is niet echt iets dat ik iets begin te voelen.
Dat was raar. Als ik ze een cijfer zou moeten geven, geef ik deze een 8 en deze een 7. Ik vind deze iets minder lekker. Maar wat zou mijn oma nou eigenlijk van Wiet Energie vinden? Ik ga niet pranken, maar je moet heel even iets proeven. Ik zweer, het is geen prank. Niet denken dat het weer eigeel is of zo. Oké, je moet even een slokje nemen van dit. Weet je wat het is? Nou. Cannabis Energy. Dus dat is Wiet Energy. Oh, weer lopen nodig. Nee, mijn proef is. Proef is? Dan ben ik high. Nee, het is geen. Ik zweer. Ben ik high? Nee, nee, ik heb het net ook gedronken. Tenminste, ik hoop het niet, maar ik heb het net ik ook gedronken. Ik moet straks even weg, hè? Oké, is niet echt. Drink maar, proef. Zie je al dingen? Ja, nee. Je ziet nog geen dingen in de lucht of zo. Het is gewoon, maar nog steeds jezelf. Nou, ik zie een heel raar jongetje voor me staan. Oh, die. Ja, die zie ik ook, die zie ik ook vaak. Met een petje. Je wordt echt heel stoned, hè? Er zit echt wiet in, hè? Dat is de prank. Really, nigga? Kan je dat zomaar krijgen? Ja? Heb ik via de deep web besteld. Dat is zo'n enge Russische website. Oh. Je gaat zo meteen allemaal rare dingen zien. En jij hebt al 3 slokken genomen. Ja, ik geef het een... Een 7? Ja, 7. Dat vind ik wel decent. Maar hoe lang duurt dit? Dat hallucineren. Ja, dat hallucineren dat kan toch wel uitlopen tot 2 uurtjes. Zo de mythe. Dus kijk goed uit. Let op jezelf. Oh. Nou ja, jongens. We hebben mijn oma doen geloven dat ze aan het hallucineren is. Van Wiet Energy. What the fuck. In ieder geval, jongens, meisjes. Doe allemaal even een blauw duimpje omhoog. Want ik heb hier een doos waar echt super speciale dingen in zitten. En als jullie allemaal massaal abonneren, ga ik daar een video van maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. Yo guys, Job hier, ik ben de tuber. Ik ben hier samen met Tolgan. En jongens en meisjes, het is natuurlijk oud en nieuw geweest. Voor jullie dan tenminste. Voor ons is het vanavond en we gaan wat heel speciaals doen. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier namelijk een super grote zak met vuurwerk. Er zitten hier maar liefst meer dan 1000 veel rondjes meer zelfs, in. Veel meer zelfs, ik zeg het nu alvast. Er zitten veel meer in. En ook nog heel wat grondbloemen. En Tolgan, ga de kijkers even vertellen wat wij hiermee gaan doen. Oké, jongens, we gaan een grote motherfucking explosie gaan geven aan jullie. Want wat we namelijk gaan doen is gaan al die rondjes en al die bloemvlinders motherfuckers gaan we op de grond houden. Allemaal afsteken. En één motherfucking grote vuurwerk zien hier houden, jongens. Het gaat hard worden. Jeroen staat nu nog achter de camera. Zometeen wanneer het exploderen gaat Jeroen of Tolkien het filmen. Ja. Want Jeroen die houdt niet zoveel vuurwerk van dichtbij. Dus jongens, ik hoop dat jullie ready zijn. Let's. Wacht, voordat we doen, like de video. Oh ja, heel veel likes. Als we heel veel likes halen, gaan we meer vuurwerkvideo's maken. Let's go. Let's go. Die heeft meegeholpen met het creëren van dit masterpiece. Abonneer op de cameraman Jeroen. En jongens en meisjes, dan wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Adios. Oh, kanker. Kanker gewoon. Oh, shit. Later. Jongens. Het is zo'n beetje al een jaar geleden dat ik voor de laatste keer ziek was, maar ik ben ziek. Ik ben verkouden. Ik heb keelpijn. En ik heb borstgroei. Borstgroei. Maar op zich, ik voel me wel goed genoeg om deze video...
Jongens, ik ben ziek. Keelpijn, neuspijn, hoofdpijn. Mijn tepel doet pijn. Alsnog ben ik hier vandaag voor jullie met een nieuwe video. Mijn stem is naar de kloten. Sorry. Maar jongens, ik moet even bekennen dat als jullie een like doen, dat ik me dan waarschijnlijk weer veel beter voel. 14 innovatieve manieren om een condoom te gebruiken wanneer je niet... On your peen. Wanneer je zeg maar niet om je penen... 1. Gebruik het als een sok in een noodgeval. Dus jongens, wanneer er een noodgeval is, je voeten worden nat als je naar buiten gaat zonder sok, dan gebruik je gewoon een condoom. Ik sta versteld. Het is echt immens. 2. Gebruik het als zwembadbelichting. Dus heb jij wel het geld voor een zwembad, maar niet voor belichting, gebruik dan... Een condoom. Kennen jullie die YouTube-kanalen, die ASMR-kanalen, die dan letterlijk gewoon eetgeluiden gaan maken en dan kijken mensen ernaar omdat ze dat rustgevend vinden? Dat gaat dan echt letterlijk zo. Hallo, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie condoomgeluiden laten horen. 3. Start een vuur. Wacht, een vuur. Lifehack nummer 1. Gebruik een condoom en papier. Samen kun je dan vuur creëren. Let goed op. Huh? Ah! Kut. Doe uit. Kut. Kut. Ik schrok. 4. Maak een kattenspeelgoedje. Maar die kat is eergisteren overleden. Oh, je kunt hem ook als zakdoek gebruiken. 5. Maak jouw telefoon waterdicht. Dat gaan wij proberen. Telefoon ruikt naar een condoom. Really, nigga? 6. Maak een double B gun. Wow, dat ziet er best wel episch uit. Zeven. Zorg ervoor dat je paraplu niet nat wordt. Maar... paraplu is toch juist ervoor om de regen op te vangen en dus nat te worden. Ja, ik ben er klaar mee. Ik hoef nummer 8 niet meer te weten waar mijn condoom is stuk gegaan. Dashboard YouTuber, ik was ziek vandaag. Sorry, daarom ontbrak het enthousiasme een beetje. Laat in de comments weten als jullie ook een keer zo'n ASMR video hebben gekeken. Gewoon omdat jullie niet konden slapen. En dan op een of andere manier toch opgewonden raakt, waardoor jullie gewoon... Hoezo, ben ik de enige dan? Dat is toch gewoon... Even kijken. Als je wordt de tuber, ik ga pas weer met 10.000 likes uploaden. Lekker puh. Team de tuber, tot volgende... Adios. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie zien ben ik al een beetje in de kerstsfeer. En in deze video jongens gaan wij wat heel speciaals doen. Ik heb namelijk voor jullie de perfecte maaltijd voor het kerstdiner bedacht. Het is namelijk... dit. Zoals jullie kunnen zien is het laatste beetje overgebleven gummyworm wat ik nog heb. En met deze gummyworm gaan wij een kerstdiner maken. Of niet gummyworm? Dat bedoel ik. Laten we naar de keuken gaan. Wat je uiteraard nodig hebt voor dit overheerlijke kerstdiner is een gummyworm, een tosti-zetapparaat, brood en een debiel. Laten we gaan beginnen met stap 1. Stap 1 is eigenlijk vrij simpel. Wat je daarentegen wel nodig hebt voor stap 1 is een mes. Snijd dunne plakjes van de gummyworm. Plakje 1, 2, 3 en 4. Uiteraard voor de contour en structuur, ik heb eigenlijk geen idee wat die woorden betekenen, heb je ook de andere kleur nodig. Perfect. De volgende stap is eigenlijk vrij simpel. Pak je boterhammen erbij. Nice. Leg vervolgens de gummiplakjes rustig op de boterham neer. Nice. Leg de volgende boterham erop en je bent klaar voor stap 3. Pak namelijk nu het tosti-zetapparaat. Maak hem open en leg jouw gummitosti erin neer. Doe hem dicht. Stop de stekker in het stopcontact. En nu is het wachten geblazen. Hold up. Naast het feit dat je een overheerlijke tosti kunt maken voor het kerstdiner met die gummyworm, is het ook een aantrekkingskracht bij de meiden.
Sorry. Ik denk dat hij klaar is. Op een gegeven moment begin je de heerlijke aroma te ruiken van de gummy bear tosti. Dat is het moment waarop je even een kijkje moet nemen. Hij is klaar. Oké, jongens, nu is het moment aangebroken dat wij de overheerlijke gummy tosti moeten gaan proeven. We snijden hem eerst even doormidden. Dit is hoe de binnenkant eruit hoort te zien. Lekker sompig. Ik vind sompig echt zo smerig woord. Oké, jongens, daar gaan we. Bon appétit. Jongens, dit was zeker een succes, de Gummy Worm Tosti. Wil je deze tosti nou zelf maken, dan raad ik je dat af. Het is echt niet te vreten, holy shit. Desondanks de smaak van de tosti wil ik jullie wel bedanken voor het kijken van deze video. Wil je nog meer DutchTuber kookt video's? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Als we super veel likes halen, ga ik meer uploaden. Ik wens jullie allemaal een super prettige kerstvakantie en een hele leuke laatste dagen van december. En ik hoop dat jullie allemaal een fijne jaarwisseling hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.